Roken kost de Nederlandse maatschappij handenvol geld, maar liefst 33 miljard euro. Gaat letterlijk in rook op. Bij de Nederlander kost roken dus ongeveer zo'n 2000 euro per jaar. Hebben de onderzoekers van Stichting Economisch Onderzoek CEO berekend in opdracht van weer een andere stichting: de Stichting Eindspel Tabak. Deze stichting streeft naar een tabaksvrije generatie. Mathijs roken 33 miljard euro per jaar, dat is al op geld. Nou, misschien nog wel meer, misschien wel 43 miljard euro per jaar. Of toch 22 miljard euro. Uh, ze hebben verschillende scenario's doorgerekend. En dat loopt dus vanaf 22 tot 43. Nou, die 33 is het gemiddelde scenario, dus daar staan uh, we even dus van Als de, de bandbreedte zo breed is, wat, wat zegt dat over de uh, betrouwbaarheid van het onderzoek? Ja, persoonlijk vind ik juist dat dat uh, positief is voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Geen schijn... Uh, uh, preciesheid suggereren waar die niet is. Uh, en ik heb het rapport gelezen. En ja, ze kijken naar alles tegelijk. Ze proberen echt alle aspecten van roken erbij te pakken. Dus niet alleen maar wat tabak kost, wat accijns oplevert, dat soort dingen. Hoe vaak je ziek bent, mm -hmm. en hoe vaak je buiten staat te roken, wat dat kost. Maar echt alle, alle cijfers. En, en dat houdt in. Wat, wat zit er dan allemaal concreet in? Nou, de mooiste vind ik en de belangrijkste ook is het verlies van levensjaren. Dus als je rookt, ga je eerder dood. Dat weten we allemaal. Maar dat zijn jaren waarin je nog had kunnen genieten van het leven. Oftewel, welvaart had kunnen genieten. Ja, en dat klok. moet je meenemen. Dan kan je toch bijna niet economisch berekenen. Ja, daar, wat daar komen het dan we kost. Zo, op. Daar oh. kom zo op. Ik zal straks uitleggen hoe dat wel kan. Laten we eerst even kijken hoeveel het is. Verloren levensjaren: 24 miljard. Wat dat uh, kost. Lagere kwaliteit van leven. Dus je leeft nog wel, maar minder prettig. Want je hebt een longziekte. <hijs> 11 miljard. Dan ook nog productieverlies. Het feit dat je niet meer kunt meewerken. Dat kost nog een keer zo'n kleine 10 miljard. En het feit dat je iets meer zorg. Consumeert over je leven als je uh, rookt. Dat valt maar relatief ro nog mee, eigenlijk. Ja, want je gaat ook eerder dood. Oh ja, uh, okay. uh, dat is uh, natuurlijk een voordeel voor de zorgkosten. Levert ook nog iets op, die onderste twee, zie je wat het oplevert. De eerste is het rookgenot. Dat vind ik mooi dat ze dat meenemen. Ah, ja. Ze geven toe: roken is gewoon lekker. Uh, dus 4,5 miljard daarvoor aan plezier. Punten. en dan heb je nog de lagere zorgkosten en lagere uitkeringen, omdat je pensioen gaat. Ja, gaat. Ja. Die, die zorgen ervoor nog eens een winst van 13 miljard, met per saldo dus toch gemiddeld zo'n 33 miljard euro eh, verlies. Oké, okay, maar even over die vraag van Ilan. Ja, hoe bereken je nou het, 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 het genot van, ja. van de roker in het nou, nou, het is, het is nou het van die nul toch? Nee. Het genot van extra jaren leven, op, he, na je zeventigste nog een keer met je kleinkinderen op schoot, mooie wereldreizen ja, maken. Ja, goed, maar je, maar je bedoel, het is niet je, Dan consumeer je ook pensioen en dan... Ja, maar het he. is niet nul dat die wel zijn, toch? Dat welvaart... Wel nee, want op zich, op zich je zou je willen leven, ja nee, nee Dus bent, op zich, als je goed leven hebt, dan tegenwoordig welke waarde? We literatuur over dit doen we, economen. Al tientallen jaren proberen we dat te berekenen. Dat noem je qualities Quality Adjusted Life Years. Dus voor kwaliteit, als je in de cel zit aan de muur geketend, krijg je minder... Welvaart als dan als je, als je op je miljonairsboot zit. Dus voor kwaliteit uh, ge, gecorrigeerde levensjaren, wat zijn die waard? Nou, daar kun je op verschillende manieren achter komen. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoeveel hebben mensen ervoor over om uh, een veiliger beroep te hebben? Oftewel, wat zijn de mm. verschillen in inkomen tussen een veilig beroep en een. Uh, gevaarlijk beroep. Nou, dat zegt niets over hoeveel je impliciet je leven waardeert. Je kunt ook enquêtes houden, wat bent u bereid om te betalen of bent u bereid om te ontvangen voor een extra jaar. En daar heb je heel veel bedragen van en elke uh, hoek van de economie heeft wel zijn eigen bedragen. In het Amerikaanse leger hebben ze een heel laag bedrag, want ja, anders kost het zoveel oorlog voeren. Uh, maar bijvoorbeeld in milieuberekeningen hebben ze vaak een hoog bedrag. Hier zijn ze uitgegaan van okay. 60.000 euro per verloren levensjaar aan verloren welvaart. En zo kom je dus op een waarde van 24 miljard euro die alleen al door de ja, roken verliezen. kun je cynisch of... zijn, maar het alternatief is hem op nul zetten en dat is het ook niet. Nee. Dus je, moet, je kunt er weten maar een gooi naar nou doen. Hey, even. Persalo kost roken de maatschappij dus 33 miljard euro. Vraag is wie betaalt dat? Ja, dat is de maatschappij, echt, nee, maar... opvallend in dit rapport. En zij ze ook eerlijk in: de roker betaalt. Dus als je kijkt naar de voor- en nadelen van het feit dat we rokers hebben in de maatschappij. Nadelen, ja, productieverlies, voordelen, ze gaan eerder dood. Dus ze maken minder uitkeringen en zorgkosten op. Per saldo is dat voor niet-rokers gelijk. Okay, dus die 33 miljard worden doorgeroken. Roker dus betaald. geen probleem? Nou, dat zou natuurlijk de pikante uitkomst van het rapport zijn, maar daar neemt het rapport nog een andere afslag. Die zeggen: het feit dat je het je geld kost als roker. Betekent eigenlijk al dat je het niet vrijwillig doet. Want eigenlijk doen wij alleen maar dingen die ons welvaart opleveren. En het feit dat wij welvaart derven terwijl we het toch blijven doen, geeft aan dat het verslavend is. Bovendien, je bent al vanaf je achttiende, en voor je achttiende word je vaker verslaafd, en daarna blijf je de rest van je leven. Dus het is juist een reden voor overheidsingrijpen.